ons longen en ons huid. En er zitten ook stoffen bij die goedgekeurd zijn en toch schadelijk. Daarnaast zijn er een hoop dingen die we er zelf tegen kunnen doen. We kunnen bijvoorbeeld compenseren voor die stoffen met juist weer gezonde stoffen. Via onze voeding, via wat we drinken en wat we weer op ons huid smeren. Ook daar klopt heel veel van de officiële informatie gewoon niet. Kennis is macht. Vergroot daarom je eigen kennis over bijvoorbeeld voeding. En ga lezen over mineralen, over vitamine, over antioxidanten en andere voedingsstoffen. Fytonutriënten. Dat kan je redden. We staan tegenwoordig bloot aan allerlei vormen van straling waarvan een hoop mensen nog steeds niet weten hoe dat gaat uitpakken. Beperk je blootstelling. Een vliegreis, een röntgenfoto, een CAT-scan, een foto bij de tandarts, een mammogram of bestraling op de afdeling oncologie, dat is allemaal niet best voor je lichaam. Hoe minder, hoe beter. Elektromagnetische straling. Van een dektelefoon in huis, wifi, draadloos internet, UMTS, gsm, draadloze babyfoon, is ook allemaal schadelijk voor mensen, schadelijk voor dieren en schadelijk voor planten. Tot slot is er één soort straling die wel gezond is. Zonnestraling. Want daarmee maak je vitamine D en dat is goed tegen kanker. Ooit bedacht waarom de kliniekclowns zo'n succes zijn? Je gedachten en je gevoelens hebben een grote invloed op je gezondheid. Optimistische en leuke gedachten doen je goed. Lachen is gezond.